Het plantvermeerderingsbedrijf in Vitroplans Grasalco van het staatsmijnbedrijf NV Grasalco heeft in Kommewijnen van 26 tot 30 november een training georganiseerd. Medeorganisator was de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO. De training hield in het vermenigvuldigen van cassavevariëteiten via in vitro processen in een weefselkweeklab. Aan de activiteiten hebben 11 landbouwdeskundigen van LVV, CELOS, Anton de Kom Universiteit en In Vitro Plans Grasalco deelgenomen. Suriname en de FAO zetten zich in voor een sterkere cassave-industrie die de economische groei kan ondersteunen. Uiteindelijk moet het project ook leiden tot plattelandsontwikkeling en toegang tot voldoende en veilig voedsel met genoeg voedingswaarde om een actief en gezond leven te kunnen leiden. In het project wordt ook gericht onderzoek gedaan naar nieuwe variëteiten van cassave met een hogere opbrengst en marktonderzoek ten behoeve van afzetmogelijkheden.